Ik ben Ron Blauw, chef-kok. En de komende tijd ga ik samen met Heinz laten zien hoe je een ongewoon goede burger maakt. Wat natuurlijk bij een hamburger hoort, is ui. En er zijn heel veel soorten in en heel veel verschillende smaken. Nou, bijvoorbeeld een charlotje. Nou, dan maakt de hamburger wat pittiger als je die rauw snijdt. Een witte ui. Nou, die is over het algemeen wat zoeter. En bijvoorbeeld een rode ui, die eigenlijk alles heeft. Het zoete, het pittige. En ik vind de perfecte ui voor een hamburger. Ik maak twee uitjes. Een klein beetje olie in de pan. En uitjes erbij. Kijk, we zijn ongeveer 2-3 minuutjes verder. En je ziet dat het al wat smeuiger wordt. Hè? Die uien gaan karamelliseren. Dus die natuurlijke suikers uit die ui die komen los. Wordt hij ook wat plakkeriger. Wordt hij wat smeuiger. Maar ik wil hem toch een klein beetje zoeter. Dus ik doe een klein beetje suiker erbij. Niet te veel. Een theelepeltje is voldoende. En dan de ingrediënten. Een beetje suiker dus. Een klein beetje kaneel. Een klein beetje voor het spicy. Cayennepeper. En een laurierblaadje. Laat ik nog even lekker doortrekken. Hij is bijna klaar. Gaat wat zout in. Gaat een beetje peper in. En als laatste. Klein beetje ketchup. Nou, dit meng ik. Vuur ik er eigenlijk uit. Dit doe ik op het bord. Bewaar dit voor straks. Laurierblaadjes haal ik eruit. En dan ga ik verder met de hamburger. En zo bouw ik mijn ongewoon goede burger op. Broodje, lekker knapperig. Hamburger. Mooie Hollandse kropsla. Tomaatje erbij. En de uienmarmelade. Even verspreiden. En natuurlijk wat Heinz ketchup. Broodje erop.